de avondploeg op Slam FM. 10 minuten over 9, daar zit Nicky Verhagen. Daar zit Ivo van Breukelen. En inmiddels bij ons in de studio, Sherry-Ann. Hallo, what up? Rustig met jou, met jullie. Nou ja, wel lekker chill eigenlijk. Lekker dagje gehad vandaag. Lekker weer was het. Hey, en wat las ik nou? Vanmiddag heb je een auto gekocht? Ja. Dan betekent het ook dat je een rijbewijs hebt? Ja, nou, ik heb eigenlijk ook wel een beetje van mijn zwager gekregen. Oh! Relaxed. Nee, dat is chill. Relaxed. Super lief. Dus niks chiller dan dat. Ik heb mijn eerste auto heb ik van mijn oom aangetrouwde oom gekregen. Dus dat is super chill. En we hebben een stuivertje gewisseld. Ik ben mijn rijbewijs kwijtgeraakt. En jij hebt je rijbewijs? Ja, dat weet ik. Heb ik gezien hoor, jongen. Ik ben nog blij dat je leeft. Nou, anders ik wel. Anders ik wel. Heb je die auto gezien ook? Ja. Nou. Ik dacht ook echt, nee. Kon je wel een druim je oren verkopen? Nou ja, had het maar gegaan. Dan was het misschien nog. Dan was het misschien niet gebeurd. Nou, je weet het voor de volgende keer dat je het niet meer moet doen. Nee, dat sowieso. Ik heb er wel van geleerd. Hey, maar hoe is het met jou? Want we hebben jou voor het laatst, als ik me niet vergis, in mei gezien. Voor de zomervakantie. Ja. Als ik me niet vergis, het kan ook nog iets verder daarvoor zijn. Nee, ik denk inderdaad. Oh. Nog verder daarvoor, ja? Ja, ik denk in mei inderdaad of zo zou best kunnen. Nou ja, in ieder geval, we zaten nog in een oude studio. Inmiddels allemaal hele nieuwe ruimte. Hoe is het met je? Wat heb je allemaal gedaan van de zomer? Nou, ik ben op vakantie geweest. Met ons verjaardag zijn we natuurlijk op vakantie geweest. Ja. Zijn we in Parijs geweest, eerst in mei. En toen zijn we in juni zijn we naar de Antillen geweest. Lekker. Ja. En hoe chillen was op de Antillen. Ja, oh, relaxed. Ja. Goed man. Dat is het helemaal toch? Hey, en mijn album natuurlijk ook. Ik wou net zeggen, ja, je hebt een nieuw album uit. Hij ligt hier naast me. Love Me For Who I Am. Met een mooie foto van jezelf op een witte piano. Dankjewel. Is dat je eigen piano eigenlijk? Nee, helaas niet. Oh, ingehuurd. Mooi ding. Nou nee, gewoon in de fotostudio stond hij er. Ja, hij kan onwijs goed piano spelen, die gast ook. En het is ook een hele knappe vent. Dat is William, toch? Is dat of niet? Nee, was Jet Jacob. Oké, okay. Jacob. Onwijs een knappe kerel. Hoe lang heb je aan het album gewerkt eigenlijk? Nou, we hebben daar zeker wel een half jaar echt serieus, zeg maar, echt veel aan gewerkt. Omdat we toen, we wisten pas, kijk, volgens mij weten we nu net twee, drie... Voordat alles opgenomen werd, wisten we nog niet of het album er eigenlijk mocht komen. Oké, wat dan? Nou, omdat we eerst moesten kijken hoe de verkoop en hoe de dingen van Mr. Know-It-All ging. Ja. Kijken nou, of ze het wel zullen doen of niet en dit en dat. En eindstand kregen we te horen dat we het mochten maken, maar alle nummers waren al bijna geschreven. Omdat wij waren er bijna zeker van dat wij dat album mochten maken. En uiteindelijk is het... Je dacht, het gaat wel goed komen, ik begin vast. Ja, joh. Oké. En toen waren de tracks af en toen mocht het album komen en toen is de laatste hand eraan gelegd, neem ik aan. Ja. En nu ligt het in de winkel met een nieuwe single er ook bij, Try My Love Again. Mm-hmm. Die ga je zo meteen ook live spelen. Ja, klopt. Akoestisch. Akoestisch, notabene. Vertel even waar die over gaat. Nou, try my love, you just have to try my love. Misschien jij ook wel. Nou. Ja, je moet er naar luisteren. Wij hebben net geluisterd. En wij waren wel onder de indruk. Track 7 vond ik ook heel mooi, 24 Hours. Ja, die is ook heel goed. Ja, die doe ik ook straks. Die ga je ook nog straks doen? Yeah! Oh, nou, dan wordt het helemaal goud. Blijf erbij, Sherry-Ann. Bij single Try My Love Again live spelen bij de avondploeg. Op Slam FM, take it away. Again, just one more time. I've gotta treat you right now, baby. I've gotta make you mine. If you ever leave me, baby.
hug you tightly. The best that I can. From my love. Hey, from my love. Hey, I need to do it, baby. Hey, hey, I've got to make you mine. Hey, try my love. Hey, try my love. Try my love. Hey, try my love. Try my love. Wow! Sherry and Life, de nieuwe single Try My Love Again. Hey, en zometeen ga je nog nu al mijn favoriete plaat van het album doen. 24 Hours, toch? 24 Hours. Bijna 9:30, ze is nog steeds in de studio. Sherry-Anne, hallo. Voilà. Ik kom er net achter dat mijn favoriete track van het album ook jouw favoriete track is. Ja. 24 Hours, waarom is het je favoriete plaat? Ja, omdat het gewoon een heerlijke plaat is. Het is gewoon met gevoel ingezongen. Ik heb me helemaal moeten inleven. Kaarsjes aan, gordijntjes dicht en gehuild. Veel. Ja. Oké, okay, we gaan het meemaken. 24 Hours Sherry and Life op Slam FM. I hope the light, but the fire burns the ropes I'm left behind. The clock stands still. Sherry Live bij de avond.
avondploeg op ZFM met 24 Hours. Wat een mooie plaat. Dank je. Echt waar. Nee, maar nu snap ik dan ook dat je zegt dat er heel veel emoties gepaard bij gingen. En dat je de kaarsjes aangestoken hebt en een beetje gehuild. Stukje emotie. Ja, nou. Sharon, dankjewel. Je nieuwe album Love Me For Who I Am ligt in de winkel. Twitter, Facebook, doe nog maar een keer. Ja. Je Twitter, je Facebook. Sorry, Sharon. Sharon. Alles gewoon Sharon. Het is gewoon lekker makkelijk. Dankjewel voor je komst. Ja, toch? Yes, zeker. En tot de volgende keer. Abig naar toe ligt. En maak geen ongeluk in je nieuwe auto. Nee, hey, klop het af even jij, hè? Vieserik. Doe ik bij deze. Zometeen bij de avondvloeg op Slam FM een hele speciale versie van California Girls, namelijk van Bruno Mars. En de Grand Slam komt er ook aan.